Ga praten met Frits van Achteren, bestuurslid van voetbalvereniging Piers Hill. Frits, goedenavond. Goedenavond, Frank. Ja, de eerste vraag is, hoe gaat het met de vereniging? Ja, op zich gaat het wel goed met de vereniging. Alleen, ja, er moeten wat bestuursleden bij komen. Mm-hmm. En misschien wat spelers? Ja, spelers altijd. En die zijn altijd van harte welkom. En dit jaar hadden we de hoop en de verwachting dat we een tweede helft al in konden zetten. Maar helaas, tot in de laatste week is het weer helaas niet gelukt. Is daar een verklaring voor, Frits? Er waren wat spelers van OSV overgekomen. En we hadden de hoop met de selectie die zijn overgebleven, die jongens, dat we daar een tweede elftal met wat aanvulling zouden kunnen formeren. Maar helaas niet gelukt. Want als je naar het aantal leden kijkt, je hebt een eerste elftal, corrigeer me als verkeerd zeggen. Je hebt een derde elftal, geloof ik, en een veteranenteam, toch? Ja, klopt, helemaal. Ja. En dat is alles? Dat is het op het moment, ja. Maar dan heb je toch eigenlijk, ik wil bijna zeggen, heb je dan nog bestaansrecht? Zolang je een selectie hebt en een lagere elftal, dan heb je nog steeds bestaansrecht. En dan moet je gewoon doorgaan. En we zorgen dat je bestaansrecht blijft behouden natuurlijk. Maar het is een dun koord, toch, of niet? Het is wel dun, maar goed, Piers Hill is en blijft een gezellige vereniging. En heeft altijd wel aantrekkingskracht. Alleen qua spelers is het wat magertjes op het moment. Ja. Theo Bos is heeft moeten stoppen voor het seizoen, is weggegaan. Ja, je doet het eigenlijk met z'n drie nu, hè? Jijzelf, Bas Hoek en Klaas van Etten. Klopt, ja. Eind van deze maand vindt er een ledenvergadering plaats. Ja. Wat moet daaruit voortkomen, Frits? Nou ja, toch wat meer aanvulling binnen het bestuur. En we hebben goede hoop dat zich wat mensen zich kandidaat gaan stellen. En dat we dan met wat voltallige bestuur en ook met verdeling van wat taken de zaak weer beter op de rails kunnen krijgen. Want zo kan het toch niet veel langer? Of? Nee, dat klopt helemaal, Frank. Er komt natuurlijk wel op de huidige versieren heel veel op de mensen af. En dan moet je af en toe improviseren. En dat lukt allemaal nog wel, maar ja, heb dat steeds verder naar voren, dan wordt het wel zwaar op een gegeven moment. Wat is het financiële waarom te krijgen als je zo weinig leden? Daar heb ik ook zelf geen verklaring voor, Frank. Wat bedoel je? Dat het rondkomt nog steeds? Of? Ja, nou ja, goed. Dat sowieso. Daar heb ik wel de hoop op, inderdaad. Dat het allemaal daadwerkelijk wel goed rondkomt. Maar als je dadelijk die ledenvergadering geweest is, heb je ook het idee van, er zijn drie man of vrouw opgestaan en dan kunnen we weer verder mee? Of is het tegen beter weten in? Dan als we dan de taken kunnen verdelen, dan hebben we wat meer armslag. En dan kunnen we ook weer wat meer beleid uitvoeren natuurlijk. Nu vergt het natuurlijk veel van Bas, van Klaas van Etten en van mij. En dan moet je alle hand- en spandiensten in het werk zetten om het rond te breien. Want als die mensen niet komen, wat dan? Ja, dan moeten we ons eens natuurlijk beraden van hoe we het verder gaan invullen. Ja, want corrigeer me als ik het verkeerd heb, hè. Als op een gegeven moment het een beetje slecht gaat met die selectie en een aantal spelers stoppen ermee, dan heb je toch wel een heel groot probleem, of niet? Ja, dan zou voor een behoorlijk probleem komen te staan, inderdaad. Maar ja, daar ga ik niet vanuit, Frank. Nee. Ik blijf in die zin altijd positief. Ja. Maar ik neem aan als je een ledenvergadering krijgt, dat je toch wel mensen op het oog hebt, of niet? Alleen ik kan niet op het moment op de zaak vooruit lopen en namen gaan noemen, want dat zou geen goede zaak zijn. Dus ik ben zelf wel hoopvol dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Wat zoek je een voorzitter? Een voorzitter zoeken we sowieso natuurlijk. Want dat is ook wel belangrijk. En daarnaast, ik doe dan op het moment voetbalzaken en dan wat aanvullende zaken, zoals penningmeesterschap en ook de wedstrijdsecretaris, die ik nu op het moment even op me genomen heb. Dus die taken moeten wel verdeeld worden, ja. Daar zijn we wel naar op zoek.
Ja, maar je mag of kan wel geen namen noemen, maar je hebt wel hoop dat die er komen. Ja, inderdaad, ja. Mm-hmm. Ja. FC Korendijk nog maar, hè? Ja, dat zou een ideale uitkomst zijn, denk ik. Ik denk voor alle verenigingen die hier in FC Korendijk spelen. Alleen ja, ze zullen eruit moeten komen, denk ik, qua locatie, denk ik. Ja. Ik zit zelf niet in die werkgroep, daar zit Bas Hoek in, dus zoveel weet ik er dan ook niet direct van. Maar ik denk, om nou een sterke vereniging in de toekomst te hebben, zou een FC Korendijk wel welkom zijn. En dan zouden jullie daar toch ook wel goed uitkomen nu, of niet? PCL heeft natuurlijk ook een leedtal tegen de 200. En ik denk dat die andere twee verenigingen daar ook niet ver vanaf zitten, of iets boven zitten. En BSV zit denk ik iets boven. En ik denk dat Goudswaard een beetje gelijkwaardig met ons leed aantal is. Het gebeuren rond de eerste elftal selectie is allemaal geregeld? Dat is allemaal geregeld, Frank, ja. Ja, dat zijn duidelijke afspraken, dus dat is allemaal concreet en afgekabeld. Ja, oké. En heel veel, en nogmaals, als het niet zo is, mag jij tegen mij zeggen, heel veel van of Piers Hill blijft voorbestaan, hangt van het eerste elftal, komt het seizoen af, toch? Niet? Ja, maar goed, ik heb vertrouwen in die jongens die erin spelen. En die zijn ook allemaal positief. Dus en ze zijn ook niet voor niks bij PSV gebleven, omdat ze een gezellige vereniging vinden. Ze hoeven wel de tweede klas. Dus het biedt sportiviteit en nog alle kansen natuurlijk. Oké. Als mensen zich willen aanmelden als bestuurslid, nou, neem aan dat ze kunnen jou bellen. Ja, kunnen ze mij altijd bellen. Of Bas Hoek uiteraard, de secretaris. Ja. Wat verwacht jij van het eerste dit seizoen? Frits? Ik denk dat ze sowieso zeker bij de gezien het elftal en het potentie van het elftal bij de eerste vijf mee kunnen draaien. Oké. Ja, het is jammer dat natuurlijk Alex door zijn werkzaamheden is weggevallen. En ook Darwin Penn ook natuurlijk door veelvuldig werk op zaterdag. Dus dat is natuurlijk wel een aderlating. En dan natuurlijk Edwin Bestebeur die wat lichamelijke ongemak heeft ook. Ja, noem je niet de minste. Nee, dat noem je zeker niet de minste, nee. Okay. Maar goed, er zijn wel goede spelers voor teruggekomen. En die zullen daar invulling aan moeten geven. Oké. Nou, in ieder geval, Frits, laten we hopen dat PSV 1 een fantastisch seizoen gaat draaien. En dat jij eind van de maand een aantal nieuwe bestuursleden hebt. Mag verwelkomen, inderdaad. Ja. Oké, okay. Was hard nodig. Ja, zeker hard nodig. Okay. En ik ben hoopvol gestemd, Frank. Duidelijk. Frits, mag je danken voor dit gesprek? Graag gedaan, Tom. Tot kijken. Fijne avond nog. Goeie uitzending. Hoi.